Meunier kan trappen en binnen. En Coutinho. Het zijn er acht. Dat is niet normaal. Het zijn er acht. Mertens gaat en Mertens knalt. Knap van Lukaku, dan blijft hij rustig. Lukaku gaat 1-2 binnen knallen. Het is gebeurd. Het mirakel is geschied. Champions Club, aflevering 4, dat is logisch. We zijn toe aan de vierde speeldag van de UEFA Champions League groepsfase. Alle matchen zijn te zien live op Pix Plus Sports of in onze Multilive. Maar vandaag gaan we even vooruitblikken. Een half uurtje met Gert Verheyen en Wesley Song. Dag mannen. Dag Nicolas. Nicolas. Gert, we moesten jou wel uitnodigen, want we zijn jou binnenkort een maand kwijt. Ah, maar goed, dus nog even. Hè. 18 november ben ik weg. Maar het is inderdaad mijn laatste Champions League speeldag. Je gaat de laatste twee speeldagen van de Champions League. Ja, die ga ik missen en ik ga het ook niet weten, want ik ga geen contact hebben met de buitenwereld. Geen bereik meer. Ik ging het net zeggen. Dus ik ga van niks weten. Je gaat het zelfs niet eens missen als voetbaldier, of wel? Dat zal ik u vertellen als ik terug ben. Ja. Dat weten we van tevoren niet, maar, zo even ertussenuit, dat kan geen kwaad. Ja. Over de oceaan, ongeveer een kleine maand inderdaad weg. De zee, een boot, een paar lotgenoten, wie gaat er allemaal mee? Jonas Schernaar, James Cook, Annelien Korevits, Ella Leijers en Elodie Ouedraogo. Ja. Je ziet dat zitten, geen contact met het thuisfront? Absoluut. Hoor, geen dat is typisch Gert reactie. Dat is moeilijk, ja. Nee, ik heb er nooit een probleem mee gehad. Ook niet als we vroeger lang op afzondering moesten of zo. Of voor een toernooi, 3-4 weken weg. Ja. Maar ik heb er nooit last van gehad. Nee. Mooi avontuur. Wesley, zou het iets voor jou zijn, nee. Zo op een boot? Absoluut niet. Ik zou zeggen, jij zou de muren oplopen, mochten die er zijn dan? Ik hou al niet echt van boten. Dus ik zou er zeeziek van worden, denk ik. Ja, en dat is niet mijn ding. Wellicht telkens hetzelfde doen, dat is ook niks voor jou. Stilzitten en elke dag hetzelfde... Niet kunnen bewegen, dat zou toch al een zeer groot probleem zijn. Over dat stilzitten denk ik dat ik moet tegenspreken. Want veel werk aan de winkel zijn. Daar is werk op, hè? Natuurlijk. Ja. Veel. Mm-hmm. Maar goed, blij dat je van de week nog van de partij bent, Gert. Hoe ziet jouw Champions League-programma eruit deze week? Ik ga morgen naar München. Voor Bayern Benfica. En dan woensdag Manchester City Day Club. Alright. Wesley, wat ga jij doen? Morgen studio en dan ga ik naar woensdag naar Dortmund Ajax. Ja, we gaan eens kijken naar de andere wedstrijden, naar het programma van de vierde speeldag in de poelenfase. Want er zijn wel flink wat interessante matchen natuurlijk weer. Morgen dinsdag 2 november, Malmö tegen Chelsea, Wolfsburg tegen Salzburg, dat zijn de vroege wedstrijden. Dan Bayern tegen Benfica, Atalanta Man United, ook daar sturen we commentatoren naartoe. Dynamo Kiev, Barcelona, Sevilla, Lille, Juve tegen Zenit, Villarreal tegen Young Boys. En dan gaan we naar woensdag. En dan hebben we Real Madrid tegen Shakhtar Donetsk en Milan tegen Porto als vroege kick-off. City tegen Club Brugge dus, Liverpool tegen Atletico, Leipzig PSG, Sporting Besiktas, Sheriff Tiraspol tegen Inter en Dortmund tegen Ajax. Over heel wat van die wedstrijden gaan we praten zometeen, maar naar goede gewoonte beginnen we natuurlijk met de prestaties en de wedstrijd van onze Belgische landskampioen. Blauw-zwart. Ja Gert, je zei het net, Club Brugge speelt dus opnieuw tegen Man City, dit keer in Manchester. En Club gaat na die return toe met een paar overwinningen op zak, de beker tegen Deinze, dat is relatief natuurlijk. En 1-2 op Staaien, en daar was je bij zaterdag. Ja. Philippe Clément die zei, misschien wel de beste eerste helft van het seizoen in de Jupiler Pro League. Ben je daarmee akkoord? Of de eerste 20 minuten? Dan moet je al die andere wedstrijden weer voor de geest gaan halen. Maar ik moet wel zeggen, het beste Club Brugge hebben we eigenlijk alleen en vooral gezien in de Champions League. Ja. In die eerste twee speeldagen van de Champions League. Hè. En dan in de competitie moet ik zeggen dat ze al veel degelijke wedstrijden hebben gespeeld. Maar ik heb nog nooit plat gelegen. En nu die... Dit was nu wel heel goed. En op Sint-Truiden inderdaad, dat was naar het voetbal dat ze brachten best oké. Met veel kansen in hun eerste half uur. Goed, of dat dan nu het beste was of niet. Ik snap eigenlijk wel wat Philippe bedoelt. Hè. In Champions League moeten ze eigenlijk nooit het spel maken. Hè. Van daaruit kunnen ze een andere manier van spelen hebben. Terwijl op Sint-Truiden moeten ze het spel maken, zoals in elke wedstrijd in de competitie. Ja, maar ze hebben het wel gedaan. Op Leipzig waren ze de eerste helft ook gewoon beter. Hè. Ja, maar ook niet altijd vanuit balbezit. Ja. Ze hebben eigenlijk... Op Leipzig in de eerste helft wel, hè. Pas op. Hè. Ja, maar toch ook heel vaak uit de reactie. Hè. Ja, het was een 50-50, laat ons. Daar waren ze echt wel minstens de evenknie. Dat vond ik wel. De vraag is dan, waarom doen ze het dan niet in de competitie?
Nee, ja. Nee, ik vind gewoon dat, dat het niveau dat ze halen in de competitie oké is, maar niet meer dan dat. Uh-huh. Het was natuurlijk ook opmerkelijk dat Bas Dost weer twee keer scoorde. En de manier van spelen, Gert, ik hoorde jou een paar keer zeggen, hij kan niet klagen over de service die hij krijgt. Nee. Ze zoeken hem super vaak. Absoluut, absoluut. Dat is een duidelijk verschil. Als hij niet speelt, dan spelen ze toch lichtjes anders in de laatste derde van het veld. En als hij wel speelt, en daarom ook de ketelaren op zijn voet, op links, lang, op rechts, op hun goede voet, waardoor zij ja, sneller richting Dost kunnen voorzetten, ballen in de 16 kunnen brengen. Dat is een duidelijk verschil. Dus niet dat al de rest aan de andere kant gaat en dat je een andere manier niet meer terugziet. En dan bedoel ik meer nog die infiltraties in de laatste derde achterlijn halen, terugleggen. Het is niet dat dat dan helemaal weg is, maar toch minder. Hè. Er wordt sneller naar de voorzet gekeken. Hè. Wesley, Bas Dost, 2 goals. Ja, als je hem inderdaad voorzetten geeft, dan zal hij wellicht altijd scoren. Jawel, dat was redelijk duidelijk vorig jaar als hij kwam bij de club dat het toch iemand is die makkelijk een goal maakt. Hij heeft dan ook een periode gehad waar het iets minder ging. Zeker in de topwedstrijden vind ik dat het een probleem is, omdat je veel minder balvastheid hebt dan bijvoorbeeld als je met de ketelaren en lang vooraan speelt. Dat vind ik toch. Maar goed, dat hij makkelijk een goal kan maken, dat heeft hij zaterdag ook weer laten zien. Maar er zijn ook zoveel wedstrijden, vind ik, dat als je zo'n speler hebt, dat je die moet gebruiken op het juiste moment. En dat is wat volgens mij Philippe Clément gedaan heeft. Het was natuurlijk wel heel weinig, Gert, de voorbije maanden. In die mate dat hij erg gefrustreerd was, maar hij zegt zelf, ik ben daar positief mee omgegaan. Ja, wel. Dat vind ik wel knap natuurlijk. Hè. Hij heeft niet verkeerd gereageerd of niet boos geworden. Hij heeft gewoon op het moment dat hij zijn kans terugkreeg, en dat was dan tegen Deinzen, dan kun je zeggen, maar een bekermatch en maar tegen Deinzen. Moet er toch. Maar voilà, hij was daar wel super geconcentreerd en echt wel met de bedoeling van, ik ga er hier iets van maken. En hij heeft zichzelf terug in de ploeg gespeeld natuurlijk, hè? Waardoor dat hij op Sint-Truiden terug zijn kans kreeg. Weer hetzelfde gedaan. Dus ja, of dat nu natuurlijk, want dat heeft in verband met Vormer, heeft Philippe Clément dat ook al gezegd, dat er dan weer andere wetten gelden in de Champions League. Dus of dat hij nu op City gaat starten, dat is een andere zaak. Je denkt van, daar vrees ik ook voor, ja. Zit Charles de Ketelaar Wesley in een dipje? Ik kan de vraag anders stellen. Heeft er ooit een profvoetballer nooit een dip gehad? Zeker een jonge profvoetballer. Oké, dan heb je de antwoord al gegeven. Ja. Gert, ben je het daarmee eens? Nee, dat is zeker zo. Het is net iets minder misschien. En dan moet je eigenlijk ook het geluk eens hebben. Maar dat zit er nog niet echt in bij hem. Stel, je speelt een mindere wedstrijd, maar je krijgt toch 2 kansen. Zoals hij ook op Sint-Truiden gehad heeft. Ja, als je daar eentje van binnen shot, is dat allemaal niet meer zo erg. Dan heb je wat minder geshot, maar je hebt toch weer je goal gemaakt. Ja, dat is iets de week wat daarvoor, hij wat tegen Antwerpen nog niet was heeft. Tegen ja, voilà. Dus ook net iets minder in zijn, normaal gezien, zijn acties waar hij 1-1 zo flitsend voorbij kan gaan en dat hij zijn tegenstanders achterlaat. Daar had ik ook het gevoel van, inderdaad, de opeenvolging van de wedstrijd wordt even vooral veel. Vooral dat, hij heeft met die Rode Duivels ook nog meegereisd. Veel rust heeft hij niet gehad tot dusver. Nee, dus de logica zelf is dat zo'n jonge gast af en toe is vermoeid is. Maar ik zeg het, je camoufleert dat, je maakt een goal en niemand spreekt over dat je zogezegd een mindere dip zou hebben. Naar City, Gert. City dat verloren heeft, zowaar. Ja. 0-2 van Crystal Palace. Die wedstrijd heb jij gezien? Ja, ik heb dat gezien. Natuurlijk, dat zijn wedstrijden. Ja, dat kun je voor hebben. Hè. Ook al zijn ze heel goed en zijn ze veel beter dan maar de tegenstander. Maar ik trek iets zeggen. Gebeuren, ik heb van de week de wedstrijd gedaan tegen West Ham United. Mm-hmm. 0-0 in de Carabao Cup. Mm. Zeer slecht. Mm. Altijd hetzelfde probleem tegen moeilijk te manoeuvreren teams. Ze hebben geen pinchhitter. Ze creëren bijna ook geen kansen. Ik heb de wedstrijd nu niet gezien van Crystal Palace, maar zoals je het omschrijft, zal Crystal Palace ook voor hun eigen goal hebben geparkeerd. Ja, uiteindelijk is dat, en ook met een man minder natuurlijk, die rode kaart doet dan ook de das om natuurlijk, maar ze hebben ook met 10 man hebben ze nog wel kansen gehad om ook de 1-1 uiteindelijk nog te maken. Dat hebben ze uiteindelijk niet gedaan. Maar ja, ik ga daardoor niet zeggen dat City nu minder is of minder sterk voor de dag zou komen. Ja. Dat is echt niet waar. En ze hebben natuurlijk, met Laporte maakte fout bij de 0-1. Hè? En een fout die een beetje klassiek is in het voetbal. Dat is opkomen als centrale verdediger met een bal. En dan achteruit spelen. Als die pas fout gaat, dan zit hij zelf ook uitgeschakeld. Is er niks meer natuurlijk. Dus dat is challengen met de bal. En dan achteruit spelen is eigenlijk
nooit een goed idee. Hij doet dat, geeft een slechte pas en dan, ja, dan, is, dan was Saha uiteindelijk alleen weg. En dan daarna nog die rode kaart. Ook weer een duel met Saha er wat aan gaan hangen als laatste man. Rood. En dan maakt het uw team moeilijk natuurlijk. Ik denk 11 tegen 11 dat ze nog zeker hadden teruggekomen. Nu viel het allemaal wat tegen. Maar goed, spelen ze daardoor slechter, kunnen zeggen dat dat daardoor slecht is, dat vind ik nog altijd niet. Ja, want ik herinner me vooral jouw woorden na de wedstrijd in Brugge. Mm. En toen heb jij gezegd, Gert, dit City was misschien wel het beste team dat hier ooit tussen de lijnen heeft gestaan in Jan Breidel. Ja, ik vond dat toen wel. En ook omdat je, als je daar kort op zit, dan vind ik dat nog altijd indrukwekkender als dat je dat op tv ziet of dat je in een heel groot stadion daar wie was daar de meest opvallende? Maar ik vind, dat is allemaal. En dat gaat niet alleen, omdat het dan niet alleen gaat over voetballend vermogen, en over techniek, maar het gaat ook over de kracht wat dat die spelers allemaal uitstralen. Walker. Ja, onder andere, maar iedereen. Cancelo ook, Rodri ook. Als je daar tegen botst, als die mannen in duel gaan, ja, dat zijn allemaal heel sterke gasten ook. Ja. Wij zaten die avond in Parijs voor PSG Leipzig. We konden kijken, want het was een vroege aftrap. City miste ook nog 5, 6, 7 grote kansen. Het kon daar even goed, ik verbeter mij als het niet waar is, maar het kon daar 1-9 geweest zijn, had ik de indruk, in die wedstrijd. Ja, dat is... ik moet Gert daar bij staan. Ik heb ze ook al een paar keer live gezien en ik vind het eigenlijk wel indrukwekkend wat zij brengen, City. Maar er is zoveel kwaliteit, er kan zoveel gewisseld worden. Zoals ik al zei van de week in die Carabao Cup, dan denk je, er staan eigenlijk heel veel jongens... Zo minder gezegd. Goden tussen aanhalingstekens. Zo gezegd. Ja. En als je dan het middenveld ziet en de mensen achteraan ziet, ja, dan speel je nog altijd met Stones bijvoorbeeld, die eigenlijk in de competitie nog niet gespeeld heeft, of bijna niet gespeeld heeft. Dan speel je met Zinchenko. Dus ja, bedoel, die hebben zoveel werelden, die hebben zoveel keuze. Gert, Kevin De Bruyne werd vervangen na een uur en speelde niet goed. Nee, maar ik heb er ook wel een opmerking over. Omdat maar, dan wordt er, laat dan horen. Wordt, tegen Club Brugge? Nu tegen Palace. Ah, maar hij speelde deze week ook niet goed tegen West Ham. Guardiola overweegt om hem rust te geven deze week. Speelt inderdaad een beetje minder, omdat hij voor zichzelf de lat wel heel hoog gelegd heeft natuurlijk. Uiteraard. Want we zijn van hem 2 slechte passes gewend op een wedstrijd. Ten hoogste. Dat zijn er nu wat meer. Maar jij gaat hem verdedigen? Ja, ik ga hem verdedigen. Doe maar. Er verschijnen dan tweets van de gasten die zeggen dat 21 bal verliezen. Hè? En dat is dan typisch een beoordeling, een stat, puur op statistiek. Omdat ze dan vergeten dat bij die statistieken, dat is, je geeft een hoekschop hè, en een tegenstander kopt hem weg. Hè? Ah, ja. Dus dat is een balverlies. Hè? Je geeft een vrije trap en de tegenstander kopt hem weg. Een volgende balverlies, je doet een dribbel, je verliest hem. Oké, met een dribbel kunnen we nog zeggen van tot daaraan toe. Een voorzet, hè? In volle risico een voorzet trappen, weggewerkt aan de eerste paal, een balverlies. Dus zo konden uiteindelijk aan 21, als je dan gaat kijken, de echte balverliezen door een slechte paas, hè, door echt een verkeerde paas of een slechte paas, ja, dat is zeer beperkt nog altijd. Hè. Dan spreekt het maar over 2 of 3 ballen. Dus al die balverliezen om aan 20 te komen, ja, dat zit... Dat is relatief. Maar ja, dat is ook, dat wordt door mensen, daar wordt door mensen dan gedaan die niet... Ja, dus je kijkt niet naar de match of nee. Je kijkt niet hoe dat die balverlies tot stand komen. Je kijkt puur op de statistiek. En dan moet je eerst je eigen afvragen, ja, hoe wordt zo'n statistiek berekend? Nee, wat rekenen ze daar allemaal bij? Dus ik ga hem op dat gebied wel een verleden. Nu, het is wel zo, als je kijkt naar een passing-accuraatheid, kwam hij maar aan 79. Oké, dat is ook een statistiek, maar hij is iemand die dan 90, boven de 90 speelt normaal. Dus het is inderdaad wel wat minder. En veel risicopases geeft risico, ook. Ja. Alright, maar dat is een belangrijke nuance toch, Gert. Manchester City Club Brugge, dat is voor woensdag. Maar diezelfde avond wordt er niet zo heel ver van het Etihad Stadium nog een interessante match gespeeld. En daar ga ik samen met Frankie van der Elst naartoe. Affiche van de week. Ja, ik heb het natuurlijk over Liverpool tegen Atletico, affiche uit groep B. Liverpool is daar leider in die groep met 9 op 9. Atletico heeft 4 punten, Porto ook. Milan is laatste met 0 punten. En Wesley, de heenwedstrijd, dat was 2-3 voor Atletico. Dat was een spektakelstuk, hè? Liverpool dat met 2-3 gewonnen heeft. Salah in bloedvorm. Ja, dat is eigenlijk ongelooflijk. Hoe, als je nu van mensen spreekt die een beetje uit vorm zijn... Ja. Die kerel Salah, ik weet niet wat hij gegeten heeft de laatste maanden, maar mijn Gert, is toch niet normaal? Nee, dat is niet normaal. Wat voor goals dat hij maakt. Want jij hebt het ook gezegd, als je nu iemand
een beeld moet van iemand nemen die in de buurt komt van wat Messi doet. Zijn linksvoetigheid, zijn snelheid, zijn afwerken. Ja, dat komt uit bij Mo Salah. Korte kattenpootjes. Ja, maar de goals die hij maakt, maar ook de intensiteit die hij in elke actie legt, vind ik, ik vind dat geweldig om te zien. Ik vind Liverpool weer een zeer, zeer leuke ploeg om dat te kijken. En dat komt volgens mij ook door het feit dat Van Dijk weer in die ploeg speelt. En dat is maar één speler. En die geeft zoveel stabiliteit aan de verdediging dat die andere gasten weer hun ding kunnen doen. Ja, en Henderson terug in het midden. In middenveld. Hij was ook veel gekwetst geweest en ook een tijdje achteraan moeten spelen, omdat ze achteraan problemen hadden. Maar Henderson voor mij nog altijd zwaar onderschat. Ja. Nu is wel een keer speler van de Premier League geweest. Uh-huh. Ja, twee jaar geleden. Dan was iedereen verbaasd. Ja. Maar ik vind dat het is niet omdat hij qua stijl, hè, dat is net iets minder, dat is minder aantrekkelijk. Die paas die hij onlangs gaf, buitenkant voet, naar Salah. Ja, maar ik weet dat is een speler die inderdaad wat minder beoordeeld wordt door velen, omdat het heeft met zijn stijl te maken. Stijl van spelen, dat is allemaal wat minder vloeiend en minder aantrekkelijk misschien dan in vergelijking met Kevin De Bruyne bijvoorbeeld. Maar dat is wel absoluut top. Ze speelden nu maar 2-2 gelijk tegen Salah. Ja, en Salah niet gescoord, hè, vergeten. Ja. en zat dan veel op veel volgende wedstrijden? 10 na elkaar gescoord. En Messi had er 21. Dit is zijn tweede match dat hem niet gescoord heeft. Dit is straf. Maar ik wou wel vragen aan jullie. Ja, is Liverpool de beste ploeg in qua vormpeil op dit moment? Meest in vorm in Europa? Want zij hebben nog niet verloren, hè, dit seizoen. Nee, maar ik denk dat je... Oké, Bayern vorige week uitschuiver gehad in een beker. Maar schrijf Bayern daar ook wel. Ze hebben 1-5 gewonnen op Porto. 0-5 op Watford. 0-5 op Man United. Nu een kleine uitschuiver. Maar goed... titelkandidaat. Nee, maar goed. Brighton is goed bezig. Trossard. Is gewoon een goed team. Maakte het 2-2. Ja. Hebben jullie de goal van Origi gezien in de League Cup vorige week? Mm-hmm. Proper gedaan, hè? Ja, dat kan ik niet met mijn neus. Nu niet meer. Ja, ook, ik heb dat nooit niet gekund, zoiets. Ja. Met, maar dat is ook een moment. Hè. Sterling Gongi heb ik ook gezien. Dat was nog mooier. Ja, maar dat scoort me zo een beetje... Ja, ik vind dat eigenlijk... het idee alleen al... Om dat zo te doen, ik vind dat spectaculair. En wat Origi doet, is reageren, hè, op een bal die achter hem komt. Intuïtief. Ja, en dat heeft niks te maken met fantastisch kunnen afwerken. Dat is puur geluk, denk ik. Maar wel in die milliseconden op dat idee komen om dat te doen. En dat vind ik straf. Ja, het was heel knap. Hè? Liverpool speelt dus tegen Atletico. Ja, Atletico, mannen, kan zich wel geen misstap permitteren. Want je hebt Porto in die groep, evenveel punten. Ik ben wel benieuwd. Dat is waar. En of ze moeten hopen dat Milan natuurlijk nu van Porto wint. Dat is, thuis. Milan gaat toch ook wel iets pakken. Hè? Nu nog altijd 0 punten. Dus ze gaan ook wel een keer iets pakken natuurlijk. Maar die groep inderdaad voor de tweede plaats is dat nog open, hè, helemaal. Ja, ze hebben de pech, Atletico, dat ze nu naar Liverpool moeten, terwijl Liverpool nog niet geplaatst is. Dus... Nee, dat is waar. Liverpool, als zij winnen, dan zijn zij klaar eigenlijk met 12 punten. Dus, maar goed, Liverpool gaat er altijd voor spelen. Tenzij dat je het geluk hebt misschien om op de laatste speeldag nog tegen hen te moeten spelen. Nee, terwijl dat zal gekwalificeerd zijn. Dat is misschien iets anders. Alright. Carrasco die scoorde trouwens gisteren. Wel een goal gisteren. Kapbeweging en dan schot in de korte hoek. Ja, daar speelt hij vanaf de linkerkant. Ik kreeg op een gegeven moment een bal. En dan, weet je, met hem niet goed gaat hij dan binnendoor en direct trappen. Fantastische kapbeweging. In ene keer dat hij die kapbeweging deed, lag die bal goed voor links. Scherpe hoek en ramde hem echt korte hoek bovenkant binnen. Plus assist nog? Ja. Maar ik vind dat hij de laatste tijd terug... in vorm, ik vind dat een beetje een rare woord in vorm, maar gewoon, je ziet dat hem zich weer veel beter voelt. Ja, amuseert en goesting heeft. Goed, tijd om te praten over een ander landgenoot en die komt trouwens uit in dezelfde groep, hè, als die van Origi en Carrasco. Belg van de week. En we kiezen voor Alexis Salemakers, want het zou kunnen, omdat Milan 0 op 9 heeft, dat we dat na nieuwjaar niet meer kunnen doen. Zich plaatsen, dat zal lastig worden. Milan heeft 0 op 9 in de groep, maar Salemakers stond in zijn eerste drie Champions League wedstrijden ooit aan de aftrap. Gert, laat ik met jou beginnen. Je hebt met hem nog gewerkt bij de Nationale Jeugd. Ja. Hij heeft nu 69 wedstrijden gespeeld op bijna 2 jaar Milan. Had jij er toen vertrouwen in dat hij op korte termijn die stap kon zetten?
Ben je verrast? Wel in het profvoetbal, maar niet om te zeggen van dat zal hem nu eens bij AC Milan gaan doen. Dus op zich was ik ook wel verrast van die transfer. Dat het al vroeg was, vond ik, om Anderlecht te verlaten. Maar goed, hij doet het uiteindelijk zeer goed. Maar hij was wel, ook bij die generatie, was hij wel bij de uitblinkers. En helemaal het laatste toernooi dat we gespeeld hebben was, was in Spanje ook. En tegen Frankrijk, tegen Spanje, tegen toplanden. En daar blonk hij toch wel uit. Aan onze kant, hè. Niet bij de 22. Hè. Want ja, de Spanjaarden Fransmannen speelden er ook wel ja, van dat kaliber zeggen, en beter ook natuurlijk. Dat maar is goed. Iets wat je moet nuanceren, hè, want wat daar soms rondloopt... De trainer van de Fransen was toen Diomede. Bernard. Ja, absoluut. En dan, die vond toch ook dat Salemakers bij ons de beste was. Dat was ook zijn oordeel na de wedstrijd. Kon hem geen ongelijk geven, want hij heeft er goed gespeeld. Dus oké, dat hij intrinsiek dat talent heeft, dat is zeker. Het enige wat ik nog vind bij hem ook altijd, dat is zo, als je echt als rechtsbuiten of aanvallende speler bent, ja, moet het toch meer goals maken en meer assists geven. Want dat is ik heb heel het hier staan. Wat denken jullie? Hoeveel niet veel. Goals en assists? Ja. Niet veel. Vijf goals. Vier goals. En vijf assists? Tien. Mm-hmm. Tien assists. Ja. Ik vind het straf. Ja, 10 assists, dat van nog. Maar... In die 69 matchen. Ja, ja, voilà. Ja, dat is dan... Ja, savan, maar ook niet meer dan dat natuurlijk. Ja. Maar ik vind dat, als rechtsbuiten... Ik heb gisteren een wedstrijd gedaan van Milan, Rome-Milan, en dat was niet goed. Ik denk dat die 80% van de bal dat ik kreeg, dat die bal verliest. Hey, omdat je er straks over risicopassing spreekt, en dat is bij hem ook nog altijd, hij heeft net iets te weinig rust aan de bal. En dat is langs de ene kant zijn kwaliteit, om alles aan 100% te doen en alles snel uit te voeren. In zijn hoofd is nog wel eens chaos. En soms lukt dat, om met de voeten dat allemaal te kunnen volgen. Ik had gisteren de indruk, Gert, als hij rechtsbuiten speelt, dat hij toch problemen heeft met die positie. Ik vind het geen rechtsbuiten. Je vindt het een wingback. Ik vind het ook een wingback, ja. Of een fullback, of echt rechtsachter. Maar verdedigend dan wel, dan heb je wel een minder... Want verdedigend, gisteren ook in de wedstrijd bijvoorbeeld tegen Rome... De eerste keer, 2-3 keer, dat hij zijn man moet volgen, Vinha was dat, van Roma linksachter. Ja, dan is hij niet op tijd. Ja, ja, ja. Dus ik vind hem ook meer een wingback. En wat ik gisteren ook opviel als rechtsbuiten. Ik kan alleen maar die wedstrijd van gisteren, omdat ik dat nu kort bij gevolg heb. Dat hij te weinig naar voren acties heeft. Te weinig voor die positie. Nee, dat is inderdaad. Ik vind dat ook. Ik vind, in het laatste derde van het veld vind ik hem minder dan in de rest. Ja. En hij heeft dat loopvermogen natuurlijk, heeft ook wel wat structuur nodig, daarom ook voor mij tegen de lijn, dat wel. Hij heeft een beetje die zijlijn nodig en die couloir nodig, want als hij echt centraal speelt, wat hij ook wel kan natuurlijk, maar dan verliest hij zichzelf in het loopwerk, dan loopt hij een beetje overal. Dus hij heeft ook wel een beetje een structuur nodig en een patroon waarin hij kan spelen. Maar ik zeg, het zijn nog allemaal dingen. Ten slotte is hij ook nog jong. Allemaal dingen. En uiteindelijk, het feit dat hij daar toch basis veel speelt, ja, wil toch wel zeggen dat hij het goed doet, want anders mogen we dat niet meedoen. Nee. We verwachten hem ook in de basis voor die wedstrijd tegen Porto. Het is de laatste kans voor Milan om nog een rol van betekenis te spelen in die poelen. Milan is wel op dreef in de competitie, zoals Wesley al zei, 31-33. Maar nu gaan we het hebben over een ploeg die zowel in de competitie als in de Champions League op kop staat. Gekadreerd. Ja, in die rubriek zoomen we altijd in op één thema of één vraag. De vraag van vandaag die luidt, hoe goed is Ajax? Want met die wedstrijd van 2 weken geleden tegen Dortmund 4-0 winst, heeft Ajax nog maar eens Europa verbaasd. En dat was voor ons genoeg reden om even te praten met een van onze connecties in Nederland. Ik heb vanmorgen een videocall gedaan met Koen Weiland. Hij is lijnreporter en presentator bij de collega's van RTL 7 in Nederland. En hij was erbij op die 19e oktober... in de wedstrijd tegen BVB. Koen, goedemorgen. Goedemorgen. Alles goed met jou? Alles gaat goed. Een beetje kleine oogjes. Het is vroeg. Ik vlieg zo naar Bergamo voor Atalanta, Manchester United. Maar het gaat goed. Ja, ik had je graag live opgebeld vanmiddag. Maar inderdaad, je gaat naar Bergamo. Dat is jammer, want zo kan je niet met onze gasten praten. En ik denk nogthans dat deze man... Het is wel in spiegelbeeld, maar dat zegt je wel iets, denk ik. Dit is wel een van mijn oude helden, kan ik je opbiechten. Dat is echt, hij speelde toen in de tijd met Van der Vaart en Zlatan bij Ajax.
Ik weet nog dat hij altijd een ratslag maakte na zijn doelpunt. Ja, klopt. Ja. Ik was toen een kleine jongen van een jaar of 8, denk ik. Welke jaren waren het? 2002 of zo? Nu, was nu vraag je me iets. Nu, ik ga het hem straks in de uitzending nog eens vragen. Het was rond die periode, ja. Denk ik. Ja. Ik bel jou op omdat ik het graag met jou wil hebben over 19 oktober. Niet omdat ik gezien heb dat je toen jarig was, 29. Maar wel omdat je nadien tweette. Ajax, of deze 19e oktober, zal altijd de dag blijven van Ajax Dortmund. Vertel, je was erbij, ja. Hè? Ja, dat was echt een memorabele wedstrijd. Het is lang geleden dat de supporters zo'n wedstrijd in de arena mee hebben kunnen maken. En van tevoren was er al wel wat vertrouwen. Ajax speelde al een periode best wel goed. En uit bij Sporting was natuurlijk een hele ruime zegen. Maar de manier waarop dit ging tegen Dortmund, zij wisten op een gegeven moment echt niet meer waar ze het zoeken moesten. Dat was wel heel, heel overtuigend en verbazingwekkend eigenlijk, zo goed als dat was. Ja, 4-0. Waarvan of van wie was jij het meest onder de indruk die avond? Nou, ja, het stomme is dat dit een wedstrijd was waarin letterlijk iedereen bij Ajax ongelooflijk goed speelde. Van Anthony tot Blind, van Haller, de spits, die nog wel eens bekritiseerd wordt, tot alle middenvelders, centrale verdedigers, Timber Martinez, wat zo'n goed duo is, tot zelfs Remco Pasveer, want die werd nog bekritiseerd, onder meer na Sporting Lissabon uit. Die keepte ook geweldig, want toch had Haaland natuurlijk wel 2-3 keer een goede kans vanuit de omschakeling. Maar ook Pasveer stond zijn mannetje. Dus dat viel eigenlijk op dat iedereen een heel hoog niveau haalde bij Ajax. Haller die scoorde, gaf 2 assists. Zijn verhaal is ook opmerkelijk, hè? Fel bekritiseerd zelfs, begin dit seizoen. En ja, nu topschutter in de Champions League. Ja. Klopt, dat hij vooral niet goed genoeg mee zou voetballen. Hij scoorde eigenlijk continu wel zijn doelpunten, maar hoe je dit seizoen is begonnen is echt is absurd eigenlijk. Vooral in de Champions League had niemand gedacht, denk ik, dat hij na 3 wedstrijden 6 doelpunten achter zijn naam zou hebben. Ja, waar kan dit Ajax komen? Want oké, kwalificatie zal wel geen probleem zijn. Verwacht je ten eerste dat ze het nog eens gaan tonen in Dortmund deze week? Ja, moeilijke vraag. Ik heb gezien dat Dortmund wel weer heeft gewonnen. Ze missen Haaland natuurlijk, wat me toch linksom of rechtsom altijd een groot gemis lijkt. Ajax was niet goed afgelopen weekend, maar dan spelen ze ook uit bij Heracles op kunstgras. Misschien toch ook een motivatie dingetje of denken dat ze daar wel even overheen walsen. Maar ik verwacht wel dat ze er staan in Dortmund en ik verwacht in elk geval niet dat Ajax verliest, eerlijk gezegd. Ja, Ajax heeft een doelsaldo in de Eredivisie van plus 35. Dus ik was van plan om jou te vragen. Ja, ze zijn veel te goed voor Nederland. Maar inderdaad, 0-0 bij Heracles. Ik zag een quote van Willem van Hanegem. Die zei, het was schandalig slecht wat Ajax liet zien. Ja, dan krijg je inderdaad dat soort quotes. En dat is op zich ook wel te begrijpen, hoor. Want Heracles werkte gewoon hard, stond goed. En Ajax heeft eigenlijk heel weinig gecreëerd. Er was zoveel balverlies. Zoveel passes die niet op maat waren, aannames die slecht waren. Dus het klopt, Ajax was heel slecht die wedstrijd. Ja, een ongelukje, een accident de parcours, zeggen ze dan in het Frans. Even een foutje. Even een foutje, ja, dat moet blijken. Kijk, je wordt wel bewierookt aan alle kanten, maar het gat is in de Eredivisie nog maar 2 puntjes met PSV. En Feyenoord kan volgens mij tot op 1 punt komen, die hebben nog een wedstrijd minder gespeeld. Dus ja, sowieso heel gek vers, sta je eigenlijk niet voor. En alle Nederlandse clubs doen het in Europa redelijk tot zeer goed. Dat weten we. Dus ze zullen allemaal overwinteren waarschijnlijk, maar ja, het is nog niet gedaan. Ja, Koen Weiland over Ajax. Wesley, slechte punten voor mezelf. Het was niet 2002, hè? Tjie, schande is het. Zeg het nog eens, 2003 tot januari 2005? Ja. Ja. Veel te vroeg vertrokken, hè, Nicola, dat weten ja, we. Daar heb je spijt van, dat is waar. Maar toch mooi, kijk. Hij is 29 en je was toch een van zijn jeugdhelden. Jamai. Gert. Er liep ander marchandise rond ja, dan, kijk eens aan mezelf. Gert, Ajax. Ik heb ook met Frankie van der Elst gepraat onlangs. Ja. Die zei, ze kunnen van iedereen winnen. Denk jij dat ook? Ja, als ze dat niveau halen van zo'n avonden zoals tegen Dortmund, dan zeker. Doet een beetje terugdenken aan de campagne van 2019, waar ze Real, Juventus... Den Haag is een goede coach. Halve finale tegen Tottenham, eigenlijk moeten ze daar finale spelen ook. Ja. Dat is uiteindelijk net niet gelukt, maar dat waren ook
telkens keer op keer speelden zij gewoon fantastisch goed en maakten zij indruk met hun voetballend vermogen, zoals ze nu ook tegen Dortmund deden. Met hun hoge druk, met hun durf, met hun lef, dat eigen is aan het DNA van de club natuurlijk. Door man op man te durven spelen achterin, als dat tegen Haaland is, moeten dat toch allemaal doen. Maar dat is natuurlijk het grote en daarom vond ik ook dat Club Brugge in die eerste twee speeldagen dan vooral, dat ook wel een beetje had opgepikt. We hebben het ook wel een beetje van ons afgegooid. Zo, Brani. Te zeggen van, ja, zo een beetje afgegooid van, ja, we zijn maar Club Brugge en we zijn maar de Belgische ploeg en te veel in die underdog-rol kruipen. Ik bedoel, dat doet Ajax nooit. Hè. Dus, hoe dat ze er ook aan toe zijn, dat doen zij nooit. Dus dat is een voordeel. Maar je moet het ook wel laten zien, natuurlijk. En hun voetballend vermogen is groot, hè, als het echt eruit. Hè. Wes, je gaat naar Dortmund tegen Ajax. Heb je Dortmund gezien afgelopen weekend? Ik moet er nog aan beginnen aan Dortmund. Ja. Maar ik heb wel gezien dat ze 2-0 gewonnen hebben. En ik heb de goals gezien. Maar zonder Haaland is Dortmund niet het Dortmund dat je zou verwachten. De Belgen stonden alle drie aan de aftrap afgelopen weekend. En ik denk dat Hazard scoort. Ja, klopt. Het was zo'n beetje met het hoofd, maar ook meer schouder dan hoofd. Maar ook weer leuk dat hij scoort. Maar het is altijd leuk als je ten eerste al naar een verplaatsing gaat, waar er ook Belgen zijn. We hebben het ook al gezien in Benfica. Altijd leuk als je Jan Vertonghen ziet spelen. Bij andere ploegen is dat ook het geval. En hier zal dat ook wel waarschijnlijk het geval. Mm-hmm. Dortmund-Ajax, een leuke wedstrijd om naar uit te kijken liever. Ik heb vanmorgen met Koen ook nog heel even gepraat over Barcelona en het ontslag van Ronald Koeman. Want Koen die was erbij Barcelona tegen Bayern op de eerste speeldag. En vlak daarvoor mocht hij Koeman interviewen. We gaan eens luisteren naar hoe dat gesprek toen verliep, hoe de sfeer was. Ja, ik heb hem nog nooit in deze hoedanigheid ontmoet. Dus dat ik als verslaggever ergens langskom en hem interview als coach van Barcelona. Maar ik vond hem al heel bijna nerveus of bijna chagrijnig. Hij had toen net dat interview gegeven met de NOS. Ik meen de dag ervoor. Dus de hele Spaanse pers viel al over Koeman heen. Omdat hij zou hebben gezegd dat Barça dankzij hem toekomst heeft. Beetje uit zijn verband gerukt wel die uitspraak. Maar Koeman was al helemaal niet blij. En die voelde ook wel aankomen dat de elf die hij op kon stellen tegen Bayern eigenlijk nooit een goed resultaat zou kunnen halen. Hij speelde natuurlijk toen ook met 5 verdedigers volgens mij. Luc de Jong en Memphis voorin. Luc de Jong heeft het nog geen moment waargemaakt in Barcelona. Koeman voelde het al aankomen toen. En het leek helemaal nergens op wat Barça toen liet zien. Ja, hoe reageerde ze in Nederland op zijn ontslag? Verwacht? Ja, niemand is verrast. Als je dan inderdaad die Clasico verlies je weer. In de Champions League sta je er gewoon heel slecht voor. En dan verlies je ook nog weer uit bij Rayo Vallecano. En dan zit ook alles tegen. Memphis mist nog een strafschop. Weer wat grote kansen gemist. Maar niemand is geschokt door het ontslag. Want dat zat er al zo lang aan te komen met die voorzitter natuurlijk. Maar je merkte dus toen al, nog voor de eerste speeldag, dat die druk op hem ontzettend groot was. Ja, zeker. Dat merkte je wel. Of dat terecht is, moet je je afvragen. Hè? Want natuurlijk is daar heel veel gebeurd en is daar heel veel niet goed gegaan, juist op directieniveau. En Messi weg. En ook nog Griezmann weg. Zoveel is daar niet voor teruggekomen. Zoveel blessures vooral. Dat is misschien nog wel het allervervelendste voor Koeman. Dembele, Ansu Fati, Aguero haal je dan. Die kun je weer niet inzetten. Dus ja, er waren wel heel veel spelers die Koeman niet kon gebruiken. Maar de druk werd er continu opgelegd door Laporta. Ja, en nu is er geen druk meer, Gert, want hij is ontslagen. En je zei, misschien zal het wel meevallen met die ontslagpremie. Ja, dat is zo'n een mooie troost altijd, vind ik. Zo'n 12 miljoen. Hè. Dat is wel kan je iets mee doen, hè? Ja, dat is wel iets. Maar goed, hij zal het niet gewild hebben. Hè. Dat is, Die beelden bijvoorbeeld, op het einde toen hij daar wegreed van het trainingscomplex, dat de supporters hinderden. Nee, dat is tristig. En ik moet zeggen, ik heb hem ook wel eens ontmoet toen hij nog bondscoach was. En was ook in Barcelona toen we daar een wedstrijd hadden gedaan. Hij was daar om naar zijn internationals te komen kijken. Dat is iemand waar je dan ook mee kunt babbelen. In zo'n hotel waar hij op zijn eentje zat dan. Hij was alleen. Maar die staan wel open voor een paar minuten een gesprek te hebben. En dat vind ik dan toch wel heel knap eigenlijk. Want die kan ook zeggen van, ja,
zo, wat? Wie, de... wie ben jij? Ja, ja, dat is ook zal ik misschien gedacht. Ja. Maar toch, allee, ja, bedoel, die, allee, geeft wel blijk van, ja, ik weet wie dat je bent. Hè, en, ja. En ik wil wel even met u babbelen. Dus, het was toch aangekondigd dit, hè? Ik bedoel, dat had je toch zien aankomen. Bedoel. We zeiden het al na Benfica, hè? Benfica-Barça. Speeldag 2 was het al hangen. Ja, maar het was al speeldag 1. Ook al in de, ik heb al gezegd, ik ben iemand die altijd Barcelona heeft gevolgd, maar... Ze hebben nooit gedacht aan het posttijdperk Messi. Ze hebben daar nooit over nagedacht om die ploeg evenwichtig te maken in de zin van de talenten die ze hebben. En dat gecombineerd met goede aankopen, niet met jongens à la Agüero, waarvan je weet, ja, veel geblesseerd geweest. Oké, kan nog wel een meerwaarde zijn als hij fit is, maar dat was al het probleem. Dan Belé, Coutinho, al die jongens waar je zoveel geld voor geeft, ja, dan kom je ook in een financiële situatie, ja, waar dat er problemen ontstaan. Ik heb nog geen enkele club geweten waarin het boven rommelt en waarin het op het veld fantastisch goed gaat. Dat is altijd andersom, hè, Gert. Staat niet, hè. Ja. Wellicht dus Xavi als opvolger, dat is nog allemaal niet ja, maar zeker. Dat is ook iets heel leuk, omdat ik dat nu weet. Laporta is niet voor Xavi. En Laporta was ook niet voor Koeman, maar onder druk... Begint die, goed, als je dan de vraag blijkbaar stelt aan Laporta, wie moet de volgende trein van Barcelona worden? Geen antwoord. We zullen het zien. We verwachten toch Xavi. Nu is het Sergi Barjuan die je overneemt tijdelijk. Dus ja, Barça. Einde verhaal voor Koeman. En wie trouwens de avonturen van Koen Weiland wil volgen, kan dat ook online doen. De man heeft, wat is het, 250.000 abonnees op YouTube. Het is een populaire jongen die ook weet waarover hij spreekt. Dus bedankt aan Koen. Wat de andere Belgen betreft in de Champions League. Een paar spitsen die ontbreken. Batshuayi, Lukaku, niet fit. Ja. Wat hebben we nog? Hazard staat dus nu definitief invaller geworden, vrees ik. Het positieve nieuws, kort misschien, Gert, Aster Franks mocht ook blijven staan na de trainerswissel bij Wolfsburg. Mm-hmm. Want Van Bommel is daar weg, Kohfeldt is gekomen. Aster Franks, debuut gemaakt in de Champions League. Nee, dat is belangrijk. Sowieso heeft hij het profiel om het daar te maken. Dat denk ik wel, maar je moet in eerste instantie kansen krijgen natuurlijk. En ook nog wel zeer jong. Maar dat is goed, hè, op dat niveau, op die leeftijd, bij zo'n club. En jij gaat naar... Bayern, Vertonghen speelt daar. Riskeert het weer een afstraffing te worden? Ja, ik moet zeggen, dat viel nogal mee. Uiteindelijk, allee, eindresultaat... Was het wel 0-4? Ja, dat wel, maar het heeft lang geduurd. Hè. Het heeft lang 0-0 gestaan. En ze hebben af en toe toch eens een kansje op de counter gehad, ook Benfica. Maar als je de pech hebt dat Bayern in het begin van een wedstrijd op voorsprong komt, dan kunnen het er heel veel worden. Hoor. Bayern verloor met 5-0 van Gladbach. Ja, leg dat eens uit, ja, in 30 seconden. Dat was een off day. Ik denk bijvoorbeeld, achterin was het een drama in één keer. Upamecano, dat was precies of die dat nog nooit gevoetbald. Dus, ja, dat was niet normaal. Dus ja, dat kun je niet uitleggen, dat iemand met zoveel talent en die status dat soort prestatie aflevert op een bepaalde avond, dat is onverklaarbaar. Ja, Nagelsmann was er niet. Heeft dat, was dat een belangrijke reden? In Benfica was hij er ook niet. Maar ja, heeft dat misschien indirect. Maar ik denk dat je moet houden op een collectieve off-day en ook het feit dat bij zo'n ploegen ook kan gebeuren. Uh-huh. Ja. Bayern natuurlijk favoriet om opnieuw te winnen van Benfica. Twee keer op een paar weken. Ik vrees voor dat Benfica. Denk ik ook niet. Inderdaad, van niet. Goed, we hebben al heel wat besproken, maar we moeten nog één ding doen vandaag. Pixprono. Ah. En dat is pronosticeren, ja, natuurlijk. Hè. De prono-wedstrijd Pixprono te vinden op prono.pix.be loopt nog altijd. PlayStation 5's zijn er te winnen. Tickets voor Club Brugge tegen Leipzig op de volgende speeldag. Gert en Wes, wij doen ook altijd mee. Ik pik er 2 matchen uit. Atalanta Man United. Laten we daarmee starten. Solskjaer is nog aan boord. Gelijkspel. Hoeveel? Ja. 1-1. 1-1. Ze hebben gewonnen afgelopen weekend 0-3 bij Tottenham, Gert, maar ze verloren wel van Liverpool. Mm-hmm. En ze wonnen met een beetje meeval en ook op karakter van Atalanta. Wat denk jij? Wat nu wordt gaan dit? Ze verliezen van Atalanta, 2-1. Ik wou me net er pakken. Ik dacht ook te zeggen, nee, ik denk dat ze gaan verliezen. Ik weet ook niet waarom dat die ingeving, het was te laat. Dat is te fout. Maar ik heb me gecorrigeerd, hè. Ik denk ook dat Atalanta gaat winnen. Ja. Ik weet niet. Ja. En als het nu gelijk is, dan gaat hij zich spijt van hebben. Tweede wedstrijd, mannen. Leipzig-PSG. Ik zal beginnen bij jou, Gert. Ja, Leipzig, die blijven toch uiteindelijk, die gaan verliezen. PSG gaat winnen. 1-3 of het wat. Maar nee, Leipzig blijft hangen, ook in de competitie. Ik denk dat Wesley daar niet mee akkoord zal zijn. Nee. Nee, dan gaan ze winnen van PSG. Ja.
Zeg eens hoeveel. 3-1. Ik pak u erop. Want, Wes? Want, Gert, ik zal u vertellen. Als Leipzig zijn kansen afwerkt, dan wint PSG niet thuis. Het is een nieuwe match, hè, Wes? Het is niet de vorige match, hè? Maar ze hebben opnieuw, hè? Ja, dat wist ik niet. Niemand zegt dat ze nog eens zoveel kansen gaan krijgen. Jawel, tegen PSG zeker weten. Weet je waarom, Gert? Omdat er een paar jongens vooraan niet mee verdedigen. Dat hebben we al gezien. Maar wat ze wel niet mogen doen, Nicolo, en dat we het ook gezien, is op 50 meter van hun eigen goal man tegen man gaan spelen tegen Mbappé. Dat lijkt me wel geen goed idee. Dus deze pronostiek gaan we wel onthouden. Hè? Ja. Ja, maar het is jammer dat je op die boot zit. Je gaat er niet hem kunnen oppakken in de volgende aflevering. Goed, mannen, we zijn alweer voorbij het half uur. En ga bericht sturen. Hè. Ja, dat kan niet. Hè. Maar stel nu maar eens voor dat het zou juist zijn. Ja. Hè? Mannen, we gaan afronden. Het was een korte vooruitblik op de Champions League actie van deze week. De rest vertellen we morgen en woensdag in onze Multilive. Ofwel kunt u kijken donderdag naar onze online recap, de terugvlucht op YouTube. Gert, geniet van je laatste dosis Champions League van dit jaar. En Wesley, tot morgen in de studio, zou ik zeggen. Graag, Nicola. En voor uw afspraak morgen om 7:15 op Pix Plus Sports. Bye bye.